Een bijzonder goede avond en welkom bij een speciale aflevering van de Reunie vanuit deze poptempel in Amsterdam, Paradiso. Vanuit hier werd Herman Brood in 2001 naar zijn laatste rustplaats gedragen. En 25 bewogen jaren heeft hij getoerd met zijn begeleidingsband The Wild Romance. En vanavond zijn ze hier in de Reunie. Wij kijken terug op die bewogen periode vol rock en roll. Dit is de Reunie van The Wild Romance. In 1976 ontmoette de dan nog onbekende Herman Brood manager Koos. Zij sloegen de handen ineen en begonnen aan een nieuw avontuur. Herman Brood en His Wild Romance. Binnen de kortste keren maakte de band furore binnen de Nederpop. De grote doorbraak kwam in 1977 met Spreech. Met daarop hun grootste hit. Het was duidelijk. Dit was een van de grootste rock and roll sensaties die Nederland ooit heeft gekend. Herman had een feilloos gevoel voor publiciteit en was alom geliefd. Niet alleen als rockster, maar ook als succesvol kunstenaar en nationale knuffeljunk. Maar het zware leven on the road en het drugsgebruik van Herman eiste hun tol. Op 11 juli 2001 besloot hij zijn leven te beëindigen met een sprong van het Amsterdamse Hilton Hotel. Daarmee maakte hij op 54-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Daarmee kwam er na 25 jaar ook een einde aan zijn Wild Romance. Een permanent wisselend gezelschap van muzikanten, achtergrondzangeressen en crewleden. Alles bij elkaar verzorgde het rondreizende Circus Brood bijna 5000 optredens. Dit is hun reunie. Woe! Yeah! Wat onwaarschijnlijk mooi dat jullie hier allemaal zijn. Echt 25 jaar rock en roll geschiedenis. En als ik jullie allemaal zo zie zitten, meer dan 750 jaar aan podiumervaring. Ja, ik vind het nu al een feest in deze mooie tempel die het is. Inge, laat ik bij jou beginnen. Okay. Jij zat al in andere bandjes. Hoe anders was het toen je in The Wild Romance kwam? Nou, dat was toch wel meer rock and roll, denk ik. En het verschil was dat wij gingen dan toeren en dat was dan 2 maanden lang. Weet je wel, en dan, ja, dan krijg je een band met elkaar en dan ga je iedere avond stappen. En ja, ook omdat je altijd in hotels zat, dus dat was ook fijn. Dus je had geen afwas, je had geen pot, al dat soort shit. Je hoeft er niet na te denken wat je moet eten. Dus het was altijd... Altijd te gek. Ja. Jij had ook al in andere bandjes gezeten. Ja. Was het te vergelijken met waar je in terecht kwam? Nou, in eerste instantie lijkt het een gewone band. En dan vervolgens is dat van binnenuit heel anders. En van buiten ook wel, denk ik, dat de fans, als hier fans zouden zijn die kunnen praten, dan zeggen ze ook van dat ze gewoon het meest waanzinnige meegemaakt hebben in Nederland ooit. Die zalen gingen helemaal plat, we speelden 200 shows per jaar, 50 nummers in de show was normaal. Dus, en dan er kwam geen eind aan. En Herman die was zodanig icoon en zodanig charisma had hij, dat daar stond gewoon een soort David Bowie, maar dan op Nederlandse... basis, zeg maar. Ja. Maar je zegt van aan de buitenkant leek het een band, maar van binnen was het gewoon anders. Wat was het? Nou, het was ten eerste, moet ik een Koos compliment maken, was het heel erg goed georganiseerd. Dus er waren andere Nederlandse bands die toerden in het buitenland. En die zaten de ene avond in Hamburg en de volgende avond in Milaan. En die reisden zich helemaal suf. Ja, ja, ja. En bij ons was het gewoon perfect geregeld. Zelfs het landen in een stad was gewoon goed geregeld en zo. En dat scheelt, want je concentreert je alleen maar op de muziek dan. Ja. En op het hele gebeuren omheen. Ja. Mooiste tijd uit je leven? Nou, eigenlijk wel, ja. Terwijl ik gewoon eigenlijk passant was. Want ik heb daarvoor en daarna in heel veel bands gezeten en nog heel veel producties gedaan. Maar dit was gewoon qua... Wat de muzikant wil, is dit gewoon het summum. Kunnen jullie dat beamen? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja? En buiten het plezier. Het plezier? Ja, Robby, vertel meer. 5 dagen hetzelfde hotel. Eén keer je tas die ik binnengooi en voor de rest gewoon feest. Ja. Je geniet nu nog na, hè? Hartstikke leuk. Koos, jij bent de manager geworden van Herman. Je was onlangs nog in het nieuws in verband met die kunstwerken. Ja, daar gaan we niet over hebben. Nee, in november verschijnt jouw boek en dan komt jouw kant van... 5 november komt jouw boek. Nou, dan, mijn boek. Wij hebben het hier over The Wild Romance. Jij was de manager, maar hoe valt dit te managen?
Niet. Dat is moeilijk. Nou, maar dat viel, ik moet eerlijk zeggen, viel heel erg mee. Het zijn allemaal hele lieve, ik voel positief door, lieve kinderen allemaal. Die, kijk, het was, je ziet jezelf als vader ook, hè? Vader. Ja, maar ook niet echt. Nee, maar kijk, het was, we werkten toe naar de kerkdienst. Het was een, uiteindelijk breng je dus een eenmalig kunstwerk die op elke avond weer anders is. En dat kunstwerk is een samenvoegen van al die, die energie en de karakters en de meisjes en jongens en die hun best deden en die gewoon wilden en dan die energie gaven als Herman was de preacher. En dan kregen we weer terug uit de zaal. En het was gewoon, het was een droom. En ik spreek zeker voor iedereen. Klopt dat, Robbie? Ja, dat wil ik wel zelf zeggen. Nou ja, vertel. Nou, volgens mij is een deel van het geheim is vertel niet te veel. Vertel ons niet te veel. Verdeel en heers. Verdeel en heers. Hij kon bijvoorbeeld zeggen, weet je, dan gingen we de bus in. En dan vroeg ik bijvoorbeeld van, Koos, waar spelen we vandaag ook weer? Ja, we zijn er zo. Dan wist je gewoon niet waar je naartoe ging. Nee, wist gewoon niet waar ik heen ging. De magical mystery. Nee, maar je moet die spanning erin houden. Want kijk, op dat moment als je in die bus komt, dan begint het circus. Dat begint je rockstar zijn. Ja. Ja. Ja, wat ik mooi vond voor jou, Koos, was ook als we aankwamen in een plaats. Ja. Dan had je voor in de auto had je een bakkelieten telefoon. Oh, en dan belde je op naar de zaal. En dan zei Voor de eerste in Nederland. De manager van Herman Brood. En we staan hier voor een rood stoplicht. En hoe moeten we naar de zaal? En dat was natuurlijk ook makkelijk. Het was een soort tom-tom die ik dan had. Dat werkte heel goed. Maar het was natuurlijk ook de spanning opkweken aan die andere kant. Dat ze komen eraan, weet je wel. Koffie, thee, alles klaar. Een show maken. Dan begint het al. Dat is het. Ja. Kijk, het is een vrij zijn. En wat heel belangrijk was, je had natuurlijk ook iemand thuis. Absoluut. Oh, ja. Die zeer belangrijk was. Ria, wat deed jij allemaal? De moeder van de Wild Roman. De moeder zelf. Ja? Zo moet je het wel zien. Ja, wat deed ik? De contracten, telefoneren, de boekingen enzovoort. Ja. Organiseren. Klopt het een beetje dat zij de moeder was? Ja. Ze maakte op een tourlijst altijd heel. Als de tour bijna afgelopen was, stond er aan. Naar huis, met drie uitroeptekens. Ja. Weet je wel? Ja. Zij als vrouw zijn, denk ik, vind het fijn voor de jongens om naar huis te gaan. Of course is het leuk, te gek om naar huis te gaan. Maar at the other hand, het is ook heel droevig dat die feel die je hebt van 30 dagen achter elkaar spelen. Moet je echt wel even een traantje water laten zitten. Dus heel feestslachtig. Afkicken. Ben je ook belangrijk was voor het reilen en zeilen rondom de band? Ben jij Marcel? Jij bent ook de zoon van Herman. En op een gegeven moment werd je tourmanager. En vandaag mocht ik met jou meerijden in de oude auto van de band naar Paradiso. Hoe oud was jij toen je gevraagd werd als tourmanager? Ik denk dat ik 21 was of zo, 22. Ik zat in militaire dienst. Dat was ik hospic. En toen zei Herman, oh, het is wel handig als je hospic bent. Want als ik dan de spuitjes niet meer kan zetten, dan kan jij het altijd wel voor mij doen. Marcel wordt geboren na een kortstondige affaire van Herman. De twee hebben tijdens Marcels jeugd nagenoeg geen contact. Maar in 1990 vraagt Koos hem als tourmanager. Hoe was dat in die wagen met die muzikanten en met je vader op de achterbank, Herman? Ja, het was een soort oppermachtig gevoel. Weet je. Dat jij dan op die auto reed en dan zaten die vijf muzikanten erin. En die sfeer was, dat, het was net een soort schoolreisje. Het was net het gevoel dat ik elke dag op schoolreisje ging. Nou, en dat was al een feest. Maar met wat voor leerlingen dan? Dat je op schoolreis ging? Ja, het waren wat wildere jongens. Maar je wordt dan gevraagd voor het grootste rock'n'roll circus van Nederland om daar tourmanager van te worden. Toen dacht ik eerst, wat is mijn toegevoegde waarde in dit geheel? Moet ik zeggen. Maar ik had ook meer het gevoel dat ik toen erbij werd gevraagd, dat het meer en meer voor Herman was. Want ik ging eigenlijk wel net met Herman wat beter om. En waarom was het dan belangrijk dat jij erbij kwam? Ik moest hem dan heel vaak ophalen uit de kroeg om de hoek. En dan zeg ik, hé, maar een half uurtje spelen. En soms had hij de scheid aan, maar bij mij deed hij dat meestal wel. Als ik dat zou. Hij luisterde gewoon goed naar je. Hij deed het voor je. Nou, ik zeg niet goed. Dat zeg ik niet, want dan denk je ze allemaal, dat deed hij ook weer niet. Maar ik had wel, kom op man. Niet dat hij nou zei, hier heb ik geen zin in. Dat zei hij niet tegen mij. Jij kon hem als zoon zeg maar overtuigen? Nou, ik probeerde hem te overtuigen. Toeren blijkt het begin van iets moois. Herman heeft tot dan toe weinig omgekeken naar zijn zoon, maar nu vindt hij het steeds leuker worden dat Marcel bij de band hoort. We halen herinneringen op in het Amsterdamse café waar Herman in die tijd boven woont. Was het een leuke vader? Ja, natuurlijk. Ja. Dat bedoel je, je hebt altijd gewoon, je maakt altijd genoeg mee.
Maar het was niet zo standaard, weet je. Dat, niet, dat die zei van ik ga mee naar het voetbal of ik ga dat. We waren meer, het ging altijd, het was altijd in het uitgaansleven of ja, de gezellige dingen. Moeten we hier nou wat bestellen? Ja, een trammejeentje melk. Hey, op je vader, hè? Ja, frast. Ja? Ja, ik ben benieuwd. Dit was dan gewoon 5 keer, 6 keer van deze drankjes tot 12 uur. Hè? Ja, niet eens slecht. Het is niet eens vies. Ik heb het ook nog nooit geprobeerd. Ik zei ook nooit van, hey, mag ik eens proberen of zo? Want ik vond het altijd maar een rare combinatie. Ja. De band tussen de twee wordt steeds sterker. En als Marcel zelf kinderen krijgt, is Herman een trotse opa. Maar de twee gaan ook met elkaar op stap. En je zei ook van, ja, jullie vielen op dezelfde types, allebei jonge meisjes, zeg maar. Ah, gewoon, kijk, ik ben dan een verlegen iemand, weet je wel. Zo moet je, en hij maakte vaak de praatjes en soms... Dat gebeurde natuurlijk wel eens dat we op dezelfde types, ja, dezelfde meisjes vielen of zo. En dan, hoe liep het af? Nou, slecht voor hem. Ja? Mooi gevoel om naar Paradiso te rijden? Ja, Paradiso heeft natuurlijk altijd wat, weet je. Ik bedoel, dat waren vaak ook de... Ja, dat is natuurlijk een van de mooiste... Ik zal hem hier even stoppen. Gewoon voor de deur, hè? Zo hier, perfect. Nee, maar ik vind het Paradiso zo... Ik heb er zoveel meegemaakt. Dat naar buiten tillen blijft me altijd bij. Gewoon dat er, toen had je pas door hoe groot Herman was. Hier met dat kist hier zo... Ja, gewoon, het stond hier helemaal zwart. Ja. Gewoon, en dan bedoel ik heel druk. Bedoel ik ook echt heel druk. En Herman bedankt was het. Ja, dat was het ook. Gewoon Herman bedankt. Herman, ja. En dan was het weer, hup, de bus in. Mensen gingen weer de bus in, de bus in. The show must go on. Hup, naar Westschade. Dat was natuurlijk wel apart. Ja, we zagen ook de beelden van de uitvaart van Herman met heel veel mensen hier voor de deur. We komen natuurlijk nog uitgebreid spreken over Herman. Maar eerst wil ik even naar de Bombitas, de achtergrondzangeressen. Want ja, rock en roll lijkt een mannenwereld. Hoe is het om als vrouw je daar staande in te houden? Ja, nou, begin jij. Ja, oké. Okay. Nou, dat konden wij heel goed, hè, Bombitas? Ja, tuurlijk. Ja. Voor jezelf een soort man. Zelf een soort man? Ja? Manachtig. Van zo even die zien staan. Even lekker wijf. Ja. Je gaat gewoon praten als man. Je gaat gewoon... Ja, voor de deur. En dames op de achterstrijd, nou, soms moeilijk ook. Ja, ik denk dat voor ons, tenminste voor mij, leuk voor mezelf spreken, was het wel een beetje anders. Ik was echt nog hartstikke jong. Ik kwam zo... Ja, bij allemaal. Maar zonder ervaring in muziek. Hè. Ik had 1 keer een liedje gespeeld. In het pleintje in Winschoten met mijn gitaartje en gezang. Oh ja. En volgens mij, Koos was eigenaar van het pleintje. Dus ja. Volgens mij is het zo gegaan dat je zei, nou Herman, zet er één. En weet Herman, die viel wel op jou. Op wie niet. Hij maakte ons allemaal het hof trouwens, hoor. Ja. Ja, alles was hartstikke spannend. Nou, dat liet dat niet merken, maar ik zat met zulke grote ogen te Maar krijgen. Heb je ook wel genoten? Ja, natuurlijk. Ja, dat wel. Maar ook, ja, tuurlijk. Ja. En kregen jullie hetzelfde betaald als de mannen? Dat weten we niet. Dat weten we eigenlijk. Nee, dat weten we. Dat was ook altijd geheim. Nou, Koos. Ik kan het gewoon even vragen. Ik kan me herinneren dat de jongens iets meer kregen als de meisjes toen. Nou, we hebben nog wel eens mot erover gehad. Ja? Ja, want op een gegeven moment waren we heel lang op tour en toen werd er een live concert, volgens mij voor Rock Palace of zo, opgenomen. Ja. Dacht, we zijn allemaal even versleten. Ja. Wij moeten nieuwe panties, nieuwe make-up en alles kopen. De jongens nieuwe snaren. Ja. Wij moeten hetzelfde krijgen voor iets wat live wordt opgenomen. Maar Herman gaf jullie wel als kleedgeld, hè? Dat deed hij dan als een soort cadeautje. Ja, dat deed hij ook uit liefde, hè? Ja, toen wilde hij heel graag dat wij mantelpakjes kochten. Hele mooie sexy mantelpakjes. Dus wij waren in Hamburg, dus hij had geld gegeven, maar was eigenlijk te weinig. Dus het was te weinig, het was geloof ik 200, was een gulden. Dus, maar wij vonden toen op een gegeven moment broekpakken. Dus dat houdt hij helemaal colbert met een broek. Wel van designermerk. Ja, dat wel, was wel een merk. Dat was maar, heel mooi. Dus hij vond het heel spannend, dus hij begon zo te spelen. En hij dacht, oeh, de Bombitas in een mantelpakje. En toen keek hij om en toen vonden wij daar in die broekpakken. Ja. Nee, hij was gewoon boos. Ja, hij was heel boos. Hij was heel boos. Hij vond echt niks. Zie je het nog voor je? Ja. Ja. Dan één zo'n tril van boven naar beneden. En dan had hij met zijn elleboog op de lagere pianotonen. Word je dan over het PA. En toen
knalde ook die microfoon nog op de grond. Ja, hij heeft geen sparing. Dat was ook vrij hard. Nou, mooi verhaal. En al met al zijn er zo maar liefst meer dan 5000 optredens geweest. Het is ongelooflijk. Zoveel gespeeld. Ruime keuze. Ik moest toch kiezen. Ik heb het optreden gekozen. Pinkpop 1988. Gaan even kijken. Fantastisch optreden. Maar hoe goed was deze band? Ja, dat was de Golden Age of the Wild Romance. Ja. En Ad, waren jullie ook wel slecht? Nee, we waren nooit slecht. Ja. En als we, nee, maar als we echt zo af en slecht waren, als het een keer niet, dan ging de Herman iets. Dan, of hij zei in de pauze van, jongens, kom op, weet je wel, want dit wordt niks, weet je. En dan werden we gewoon zoals een soort coach werden we dan opgefokt. En we hadden ook iets, als we op festivals zijn, ik kan geen enkele band in Nederland herinneren die dat doet. Wij gingen een festival in om te winnen, weet je. En zo met dat gevoel stapte je de bühne op. Ja. Dat is heel wat anders dan dat je gewoon gaat zitten daar. En jullie waren ongelooflijk goed ingespeeld door die vele optredens. Maar jullie zijn met heel veel. Er waren dus blijkbaar ook heel veel wisselingen in de band. En Koos, waarom was dat? Ja, de verkeering was dan... Ja, de verkeering was dan uit. Ik had altijd de ondankbare taak, laat ik het zo maar noemen, om binnenhalen is leuk, maar het afscheid nemen, het is toch een verkeering. Daarom is die naam Wild Romance ook echt helemaal top voor ons, maar om die feel die daarin zit, tot het eind. Maar als de verkeering dan minder werd, om wat voor reden dan ook, dat kan muzikaal geweest zijn, maar dat kan ook dat Herman... iets anders in het hoofd. Zo werden de Bombita's ook bepaalde tijden gewoon ontslagen, laat ik het zo maar noemen. Omdat Herman, toch weer mannenrock, weet je wel, mannenrock. Ja. En hoe was dat als jullie ontslagen werden? Nou, dat was heel grappig. Heel grappig? Grappig. Nou, in die zin grappig. Nee, het was niet grappig. Dit is een manner of speaking. Maar ik herinner me dat wij terugkwamen uit Frankfurt. We hadden in Batschkap gespeeld. Ja. Was oudejaarsavond. En we reden diezelfde nacht naar huis. Ja. Ze komen echt om zes uur 's ochtends komen thuis. Wij gaan naar bed. Ik word wakker van de telefoon en ik heb Koos aan de telefoon. Oh, die nee. Zegt van, meisje, sorry Robbie, maar de hele band is ontslagen bijna. Alleen David mag blijven, geloof ik. Maar... Ja. Dus we lagen eruit. Maar dan heb je de avond ervoor nog gespeeld. Het was een geweldig optreden. Echt, was helemaal top. Ja. Echt... Party, echt dat feestje. Dus dan zit je echt zo in bed van... Fuck. Ja. Wat is dit nou voor raar? Ja. Ad, jij bent er ook op een bijzondere manier uitgeknikkerd, hè? Nou, het was dezelfde periode als met Robbie. En het bijzondere zijn twee dingen bijzonder eigenlijk. Wat zij net verteld is dat we een waanzinnige optreden hadden gehad. Een hele goede tour. En eigenlijk heel veel perspectief van een hit en dan een goede plaat uit en zo. Ja. Dus ik dacht van, nou, we staan volgend jaar voor de ARD-divisie en ik allemaal niet. En het gebeurde allemaal niet meer, want die werd gewoon... Hij stopte dat gewoon. Ja. Niemand weet precies hoe het in elkaar zit. En waarom? Maar hij doet het. Ja. Dus, en er gebeurde in die tour iets bijzonders. Ergens rond Sinterklaas kwam ik op zijn hotelkamer terecht. 5 december, 6 december. En toen kregen we een discussie over die band en over wat je daarmee verdient. En dat hij met kunst veel meer kon verdienen. En weet ik een heel erg verhaal over dat hij eigenlijk niet... Ik dacht, verdomd, hij gaat er gewoon mee kappen. En 4 weken later was het zover. Dan werd ik dus Koos gebeld van het is klaar. En ergens in eind december in Berlijn, toen stond er bij mijn hotelkamer voor de deur opeens een drumvel. Ja. Dit. Oh. Hey. En er zijn twee voetballers die elkaar tackelen. Ja. Er is eenmalig, hè, door mij gecertificeerd, dus helemaal goed. Ja. Ja. Maar wat is het? Kan je het uitleggen? Het zijn twee voetballers die elkaar tackelen en om de bal strijden. En wij hadden het vaak over voetbal ook trouwens. Dit is symbolisch voor, we hadden toen die discussie die avond over hoe je met zo'n band, wat je er allemaal mee kan doen. En volgens hem niet en volgens mij wel. En op een gegeven moment zat er ook nog een briefje bij. En dat zegt wel wat over de gevoeligheid van Herman. En over het feit hoe hij met zijn band omgaat. En dat hij ontzettend toch wel moeite had om die band in zijn geheel eruit te donderen. Wat staat er op dat briefje dan? Ja, dan moet ik even de onvermijdelijke bril opzetten. Oh, je bent ouder geworden. Dit is geen rock'n'roll dit, hè? Dit is geen rock'n'roll. Nee.
En er staat 's nachts op, want het was 's nachts. Ik kwam thuis van het stappen in Berlijn en er lag een briefje, stond er Ad. En dan zei ik, ik hou van jou. Ik hou van je drummen. Onder andere vanavond en gisteravond en in Hannover. Dit om misverstanden te voorkomen. Dat is een heel belangrijk zinnetje, denk ik. En ik niet wil ongelukkig maak jou. Of, ja. Maak, of maak jou, of maak ik jou denk te veel. Herman. Ja. Dus het was gewoon een aankondiging van het eind. Nou is er nog een dame in ons midden. En dat is Carine. En Carine was vroeger Kees. En Kees was jullie geluidsman. En ik ben met Carine naar een bijzondere plek geweest. Namelijk het dak van het Hilton Hotel. Waar Herman van afgesprongen is. Heerlijke zonnetje erbij. Mooi hè? Ja. We moeten volgens mij deze kant op. Dit is het plekje ongeveer. Aha. Gek hoor. Weet je wat ik me nou net bedenk? Nou? Herman zou 55 worden in het jaar waarin hij sprong. En ik word dit jaar 55. Nog een paar maandjes, dan heb ik Herman overleefd, zeg maar. Tenminste. Ja, wel en niet. Ik ben eigenlijk aan het tweede leven begonnen, dus ja. En hoe oud ben je dan nu als Carine? Als Carina word ik dit jaar 4. Zeg ik, nee, 5. Ja, ik was net na mijn 50ste verjaardag, 2 weken na mijn 50ste verjaardag, was het definitief dat ik anders moest gaan plassen, zeg maar. Kees groeit op in een dorpje in Brabant met 2 broers en 3 zussen. Als kleine jongen voelt hij dat hij niet echt bij de jongens hoort. En als hij 13 is, zegt hij tegen zijn moeder dat hij een meisje wil zijn. Maar verder dan dat komt het niet. Kees krijgt een vrouw en 2 kinderen, maar durft niet te zijn wie hij wil zijn. Weet je wat het probleem was? Je ziet het, ik ben pak een beter kop groter dan jij. Dus zelfs voor een man ben ik heel lang. En ik wilde gewoon geen karikatuur zijn van een vrouw. Dus met bijna 2 meter... Ik zag het op een gegeven moment al voor me, van ja, er loopt daar straks een vent van 2 meter met een rokje aan en ik zag het niet gebeuren. Dat idee heeft me eigenlijk heel lang weerhouden om uiteindelijk de stappen te ondernemen, totdat het echt zo ver kwam dat ik gewoon niet meer wist hoe ik verder zou moeten leven. Een hele moeizame ontdekkingsreis wel. Inclusief een behoorlijk pittige depressieve periode. Ik heb 3 jaar lang geen kleur gezien in de wereld om me heen. Dat was op een gegeven moment, werd het lente, toen schrok ik ervan dat ik zag dat de bomen groen waren. Groen, jeetje, lang geleden dat ik dat gezien heb. Want alles was zwart? Alles was gewoon grijs, kleurloos. Ja, en eigenlijk heeft Herman me geïnspireerd en geholpen om op een gegeven moment toch te aanvaarden dat ik ben wie ik ben en dat ik dat mijn beste gewoon kan uiten en mijn leven zelf vorm kan geven op een manier dat ik het vol kan houden. Want dit is dan wel een symbolische plek dus voor jou? Dit is een hele symbolische plek. Niet zozeer dat ik ook dood wilde, maar het moment dat ik kon snappen waarom Herman dit deed, was voor mij eigenlijk een seintje, een lampje wat op rood ging van, oh wacht even. Nou moet je even in de ankers gaan en toch eens even gaan nadenken waar je mee bezig bent. Want als zelfmoord iets begrijpelijks wordt, dan zit je op het hellende vlak eigenlijk waar het ook reëel wordt. De sprong van Herman wordt een omslagpunt in het leven van Kees. Hij besluit om het als vrouw te gaan proberen, hoe moeilijk dat ook is. Dus toen heb ik me aangemeld hier bij het fysiekhuis, hoorde ik dat er een wachtlijst was van, ik geloof, bijna 1 jaar tot aan het eerste gesprek. En toen begon eindelijk de rust een beetje te komen van, nou oké, die trein rijdt, ik zit in die trein en ik zie wel waar het eindigt. Wil je nog iets zeggen tegen Herman? Dankjewel, vriend, voor die mooie tijd. Carina, haar baan is nu het repareren van telefoons. Maar het grootste gedeelte van haar leven werkte ze in de muziekwereld. Ze was geluidstechnicus bij Herman. En nu wil ze weten of ze het vak nog niet verleerd is. We gaan terug naar haar oude werkgever. Hallo. Ik ben Patrick. Dag. Jij weet zelf. Willem. Hallo. Ja, jij kent mij misschien niet meer, maar ik jou nog wel onuitgebaard. Ja. Je ziet, ken ik je wel weer. Ja, zeker. Ja. Aangenaam. Ja, we zijn allebei iets veranderd. Ja. Want hij kent jou nog als Kees, zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ja. Ja. Oh. Ja. Nou, schrik je dan? Nee. Nee. Bij Herman? Nou, het is gewoon echt één grote, ja, seks, drugs en rock'n'roll leven, lijkt mij. Als ik de verhalen zo ken. Ja. Ik bedoel, was dat voor jou juist niet lastig om daar tussen te lopen? Ik had niet het gevoel dat ik er tussen liep. Ik had meer het gevoel van, nou, ik zit gewoon lekker in het donker achter die bak met knoppen en het gebeurt allemaal daar. Ja, maar je maakt toch heel veel mee? Hadden ze iets kunnen merken aan jou? Jawel. Als mensen die weten wat de tekenen zijn, die hadden ze echt wel gepikt. Wat dan? Bijvoorbeeld gedoe met meisjes voor de kleedkamerdeur had ik allemaal zoiets van, ik moet daar even wat doen. Ik heb hier geen tijd voor. Jarenlang verbergt Carina haar ware identiteit. Thuis, met de gordijnen dicht, verkleedt ze zich als vrouw. Maar dat is niet genoeg. Ik was het man zijn zo beu. Ik kon er niet meer tegen om gewoon als man door het leven te gaan. Dat heb ik eigenlijk laagje voor laagje van binnen naar buiten afgebouwd. Dus op een gegeven moment had ik allemaal mannen ondergoed de deur uit gedaan, zeg maar. En daar gebeurde dus wel dat ik met deze stoere spullen in zo'n grote donkerblauwe vrachtauto op weg was van hier naar een show ergens in het land. Waar inderdaad die mannen in het zwart stonden te wachten. En dan kwam ik eraan gereden in mijn kanten ondergoed. Met daaroverheen gewoon een zwart t-shirt en mijn spijkerbroek. En stoer meedoen met de rest. Maar je voelde je wel lekker in je kanten ondergoed? Wel lekker, maar toch ook wel een beetje van... stel dat, weet ik veel, door een verkeerde beweging. Ja, hier die lampen, er zitten allemaal scherpe hoekjes en randjes aan. Dat soort dingen kom je voortdurend tegen. Van, nou, het was me wel eens gebeurd dat ik met een t-shirt achter zo'n lamp bleef hangen. Dat het helemaal open scheurde. En als ze dan zouden zien dat daar een kanten hemdje onder zit, ja, dan heb je toch heel veel uit te leggen. Dus dat was wel een beetje eng af en toe. Schrik jij van die verhalen? Nee. Nee? Schrik niet zo snel, hè? Vind je het mooi of niet? Ja, ik vind het wel mooi om te horen. Echt? Hij heeft gewoon een man met een kanten slipje gewoon de vrachtwagen van Amco staan rijden. Op zich wel kinky, toch? Ik vind van wel. Ik vind het een goed verhaal. Maar ja, we hebben nog altijd niks gehoord of ze het nou nog kan of niet. Dus doe je even je jas uit en laat ze even wat horen. Even mijn jas op. Tover is wat uit die tafel. Echt veel laag in zitten. Worden er al mannen verliefd op jou? Ik heb nog geen kaartjes gehad met Valentijn. De deurman bleef leeg. Zit je erop te wachten? Ik wil eerst gewoon zelf goed landen en... hoe moet ik zeggen? De ruimte hebben voor iemand en dan ook gewoon oprechte liefde, zeg maar. Gewoon als ik denk aan een man, dan denk ik niet zozeer aan wilde seks of zo, maar meer dat ik s'avonds na de afwas met een kopje koffie de huiskamer binnenkom lopen. Alsjeblieft voor jou, schat. Gewoon heel, heel burgerlijk, heel kneuterig. Ja. Zijn jullie er nou een beetje stil van? Ja. Ja? Ja, Rianne, jij was van de merchandise, hè? Heb jij iets gemerkt? Ik heb nooit wat gemerkt. Nee? Nee, echt niet. Nee, het was dat ze later tegen me zei van, goh, weet je nog, dat we zijn wezen winkelen in Berlijn was het, geloof ik, hè? Overal in Duitsland, volgens mij. En ik dacht gewoon, nou, collegiaal, hè, gaat gezellig met me mee, maar... Nee? Ik heb er niks, ik heb niks gemerkt, ik heb er niks achter gezocht. Ja, geworden. David, je hebt nog een. Wat denk je dat Herman ervan zou vinden? Ik denk dat het helemaal te gek zou zijn. Ja? Ja, absoluut. Ja? Ja? Vooral ook wat Carina zegt, de keuze. Of springen. Of die change maken. Een heilig respect voor. Ik denk dat Herman er precies zo over denkt. Ja. En jij hebt ook nog een mooi verhaal over iets met grote handen of zo, hè, geloof ik. Nou, Carina had als man, als Kees nogal, was goed geschapen, laat maar zeggen. We stonden een plasje te doen. Ik zei, goh, zo. Weet je wel. Kom je daar aan? Dat heb je wel eens. Maar het is opvallend, laat maar zo zeggen. Ja. En het eerste wat ik... Toen ik het nieuws hoorde, dat ze iets van, Carina was geworden, laat maar zeggen. What a waste.
ding eraf gehaald. Ja. Laten we zeggen. Zonde. Het eerste wat ik zei, zonde. Ja. Ja. Want hoe kijken jullie naar Carine? Nou, wij hebben met Carine gewerkt toen ze nog man was. En daar had ik eigenlijk heel weinig contact mee. Een beetje introvert iemand. En nu ken ik Carine wat langer. En het is alsof ze een bloem is die ontloken is. Het is echt een heel sterk iemand geworden. Dat vind ik zo goed om te zien. Ja. Ja. Sprankelender, hè? Ja, mooie vraag. Jij vond het best spannend, hè, om hier naartoe te komen? Het is toch zo'n zaal vol mensen binnenlopen. Seks, drugs en rock'n'roll, leren kleding, stoer. Boys will be boys, girls will be girls. En dan stap je opeens met een gigantisch gebaar over die scheidingslijn heen. En ja, accepteert iedereen dat? Hoe reageren ze? Dus dat was wel, eng. Een beetje. En hoe voelt het nu dan? Nou, ik ben eigenlijk diep onder de indruk dat ik deel uit mag maken van dit circus, zeg maar. Het circus helemaal brood. Ja. En dat ik er nog steeds deel van uit mag maken. Ja. Hoe keek jij vroeger trouwens naar de Bombitas eigenlijk? Ik had wel een beetje een girl crush op ze en ik was ook wel heel erg jaloers. Want zij mochten al die meiden dingen doen en lekker onder elkaar. Ik weet nog een moment waar ze samen met make-up bezig. Zat ik in de kleedkamer heel bescheiden op de achtergrond met een chocomelletje. Ik geloof dat Lies iets nieuws gekocht had aan make-up en dat zaten ze uit te wisselen. Dit moet je ook eens proberen, Inge, en ik zat er echt heel geïnteresseerd bij. Ja. En op dat moment komt David binnenlopen. Die had een nieuwe gitaarversterker, die wilde die even uitproberen. Oh. En ik echt zoiets van... Ah. Ik op die gitaarversterker, dat heb ik echt een tijd. Ja. Mooi, ja, dan het leven on tour. Ja, daar moeten we het even over hebben. Laat ik beginnen met, wat aten jullie? Niks. Chinees? Ja? Chinees. Ja. Wally, vertel. Ja, dat kwam gewoon zo uit. Het was licht verteerbaar voor ons coach. Ja. Het ging vooral snel. En snel, hè? Het ging vooral snel, ja? Want wie bestelde er altijd? Bij de Koos. Koos kwam binnen bij het restaurant. Dat was altijd voor de show. En die kwam weer binnen. Oké, snel. We zijn hier niet voor entertainment. Dan kwam alles tegelijk op tafel ook. Altijd wat je ook bestelde. Pads, boom en ringen. Ja. Maar waarom altijd die haast? Ja, omdat je dat... Kijk, je moet het eten verteren, weet je wel. Dus daarom gingen we ook licht eten, in dit geval Chinees. Maar als je dan heel vaak in een stad komt... dan leer je langzamerhand waar de goede Chinezen zijn. Ja. Maar het beviel mij altijd heel goed. En de rest ook. Maar het ging vooral om de snelheid. Ja. En Danny, jij was ook niet altijd voor de Chinezen. Ja, waarom? Ja, ik wilde gewoon lekker mooi stuk vlees met een fles pomerol en op mijn gemak. Dus ik was heel, heel vaak alleen, ja. Dan ook even in de Chevrolet. Ik mocht meerijden met jou. Hoe was dat? Feeststemming een beetje, ja. Lekker geriefelijk. Er is een grote Amerikaan en muziek op, Koos en Herman die zochten de bandjes uit en dat beïnvloedde ook het repertoire af en toe zo, van covertje oppakken. Ja. Het waren mooie tijden in de auto, hè, geloof ik. Ja, geweldig. Ja? Nou. Wat, hè? Het was -12, nog een echte winter, weet je wel. Ja. Ik kachel volle bak en ik zat achter tussen Herman en Freddy. En allebei waren we zeker een week niet onder de douche geweest. Oh. En met die kachel en 220 kilometer, weet je wel. En ik zweer het je om te gaan zeggen dat het prettig was. Nee, meneer. Het was helemaal niet prettig. Herken jij de lucht ook nog uit de Chevy? Ik moest die auto, die grote Suburban, wel eens naar de garage brengen. En dat gebeurde 's ochtends na een optreden. En dan deed je die deur open. Nou, lucht, zo een lucht. Ga je het even beschrijven? Nou, hebben wij tijdens de voorbereidingen van deze reunie ook heel vaak de zin gehoord... What happens on the tour, stays on the tour. En wat? Wat doel je op, jongen? Ja, ik wil graag wat horen. Niks uit. Nee, wat ik eigenlijk toch een beetje wil weten... was het ook een beetje een geile tour? Was het een beetje... Geile tour? Ja. Die een wip maakt in het flight case... dat iemand gewoon de deksel erop gegooid had. Wie was het dan? Iemand van... Was jij dat? Ja, wel, wat is er gebeurd? Vertel even, Rob. Ik niet meer. Nee? Hij geeft toe. Ja. Hij geeft toe. Ik weet echt niet meer wie het was, hoor. Maar we waren net terug uit Amerika. En ik hoorde dus gewoon gebonkt op een flight. Ik zie niemand.
En die deksel open. Er was een van de crew met een van die meiden in een heel groot waar twee drumstellen passen. Rob, kan je het nog herinneren? Ja? Ik moest alleen zorgen dat er niemand de kist bovenop legde, want anders kwam je er niet meer uit. Ja. Jij bent ook niet de beroerdste, hè, uiteindelijk. Ja. 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 Ik had destijds een vriendinnetje in Stuttgart. En ik wist helemaal niet dat ze naar dat optreden Regensburg zou komen. En had ik ondertussen 's middags iemand anders ontmoet. En kwam zij toch. En toen dacht ik, van, hoe gaan we dit oplossen? Toen moest ik 50 mark betalen. Alleen van de Rodies. Dan zouden zij met haar wel haar afleiden. En dan kost gewoon geld. Maar wel gelukt. Wel gelukt. Ja, en is je de vriendin van toen uit Stuttgart ooit achtergekomen? Nee, die heeft dat verder niet gemerkt. Nee. En dan kijk ik ook even naar de crew. Want hoe was jullie leven? Hoe hielden jullie het vol? Martin, hoe zagen jullie dagen eruit? Lange dagen. Of staan ontbijten. Maar hoeveel uur? Bouwen, een showtje doen. Nee. Ja, maar jij vindt het heel normaal, maar waarschijnlijk is het gewoon echt doorbeuken geweest. Ja. Als je 's morgens gaat rijden met je wagen, je komt uit een hotel, je bent dus op tour. Dan heb je meestal slaapje in de plaats waar je gespeeld hebt. Soms. Soms moet je 's nachts door, omdat er een grotere afstand moet worden afgelegd. En dan sta je op 7 uur, ga je ontbijten, heb je gedoucht, geslapen. Het is 8:30, 9:00 gaan we rijden. En Koos heeft inderdaad een goede organisatie. Dat we kriskrossen door Duitsland heen. Want Duitsland bestaat uit kruisjes uit bepaalde provincies. Dus je niet in dezelfde provincie terechtkwam. En dan was het 60, soms 120 kilometer rijden. Met die 30 tonnen diesel. En dan was het uitladen. En dan deed je de deur van de tent open. En hoopte je dat het professioneel was. Ja. Ja. Dat je niet met 30 ton, 3 trappen hoog achter in het keukentafeltje terecht moest komen. Hoe belangrijk was die crew? Nou, dat wou ik net zeggen. Ja. Kijk, Herman vond jullie zo belangrijk, ik natuurlijk ook, maar dat hij iedereen aan het eind van de show ook letterlijk bedankte. Hij nam, weet je dat nog, dat hij de namen opnoemde van iedereen, tot en met Rihanna toe, die helemaal voorin stond. Ja. Natuurlijk de band altijd. Maar dat vond ik gewoon echt heel erg lief en leuk. Er was eigenlijk heel weinig ruzie en weinig chagrijne dingen eigenlijk. Ja. Nu zitten er nog velen altijd in de muziek, gelukkig. Danny, jij bijvoorbeeld. Jij speelt nog altijd met Danny Lademacher's Wild Romance. Je hebt net een nieuwe plaat uit. Je gaat ook op... Die is eigenlijk met een serieus knipoog naar Herman toe. Ja, en je gaat ook weer op theatertour, geloof ja, ik. Dus, een theatertour in oktober begint het. Ja. Wel iets van 12 theaters die geboekt zijn. En is het heel anders dan... Maar ook een Europese tour, dat is wel belangrijk. Maar is het heel anders dan vroeger? Is het nu kruidenthee en vroeger sterke drank? Nee, eigenlijk niet. Nou, voor mij is het niet veranderd in ieder geval. Hoe is het om zonder Herman op het podium te staan? Wat mis je dan? Herman. Ja, wat is dat? Dat kun je niet beschrijven. Ik bedoel, ik heb er geen woorden voor. Het is een verschijning, het is charismatisch iemand. Hij was vooral een te gek artiest, ja. Maar jij zit dan nog echt diep in de rock'n'roll, Ria. Ja. Jij doet helemaal iets anders, hè? Ja. Jij doet fado. Ja. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Fado is een beetje Portugese blues, hè? Zeg ik dat goed? Ja, echt muziek van de Portugezen. Ja. Alleen en wat heel bijzonder is, jij bent heel groot in Portugal, maar Nederlandse artiesten die groot zijn in de fado in Portugal, dat is uniek. Ja, dat komt niet voor. Dat komt eigenlijk helemaal niet voor. Jij bent daar de enige van. En wij mogen een stukje luisteren, dus we krijgen van jou een fado optreden. Oké. Okay. Wow. Nou, gaan we doen. Oké. Okay. Ja. Agora sozinha procuro-te em vão a verdade, mas tu já não vens e já não voltas, e em minha dor a saudade, a tua lembrança que os nervos acalma, em minha esperança desespera. Tu vais
Ja. Ria, stel even je band voor. Graag, heel graag. Pedro Pinhal, viola do fado. Pedro. En Pedro Amendoeira, guitarra portuguesa. Wauw. Fantastisch. Wisten jullie dit van Ria? Nee. Niemand? Nee? En zijn jullie verrast? Ja. 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 Geweldig. Klinkt het ook goed? Ja. Ja. Ik geef hem nou even naar Danny. Ja? Ja, ik ben ontzettend fan van fado. En ik heb jarenlang met mijn familie een huis in Portugal gehad. En ik ben overal geweest waar fado gespeeld werd. Het is magnifiek. Ja, echt een van de, het gaat veel verder dan blues, weet je. Ja. Dat is gewoon erg fantastisch. Kan jij het verschil uitleggen tussen fado en wat je daarvoor deed, namelijk rock en roll? Ja, en wat er nog tussen zat, klassieke muziek, maar dat slaan we dan even over voor het gemak. Nee, rock en roll, zoals ik het ervaren heb, hè, is dat uit zich veel meer. Dat moet er allemaal uit, weet je wel. Dat is heel expressief en dat gaat heel erg naar buiten. Dat doet fado ook, maar dat is toch meer introvert in feite. Want het mooiste is als je in een kleine setting bent, 40 mensen in een kleine ruimte. Weet je wel, het is één op één, dus het contact is zo direct en het gaat gewoon regelrecht je hart in. Weet je wel, het is veel intiemer. Zeg. Ja. En had je ooit gedacht dat toen je nog bombieter was, dat je ooit in Portugal dit zou maken? Natuurlijk niet. Ik wist het 3 jaar geleden nog niet dat ik dat zou doen. Nee. Zo kort nog. En hoe heb je je plek zo weten te vinden in de fado? Ja, nou ja, door te doen. En het is ja. Ik weet niet waarom, maar het is zo. Nou, nog één groot applaus voor de fado, mensen. Ja, ik had het verschil niet zo kunnen duiden tussen de fado en de rock and roll, maar ja, wij hebben het nu even over de rock and roll. En ja, het gezegde zegt het al: seks, drugs en rock and roll. Rock and roll beleven we. Seks hebben we het al een beetje over gehad. We moeten het toch even over de drugs hebben, ja? Nou ja, vooral wil ik even naar de crew, want jullie traden ook veel op in het buitenland. Hoe werd de drugs getransporteerd? Weet we niet. Oh ja. Ja? Oh, ik hoor hier, oh ja. Rob, vertel. Als wij naar Duitsland gingen, hadden we het gouden ponspak snelheid bij ons. En dat zat in mijn toolbox verstopt. En daarnaast had ik een doos met 500 spuiten. En als we dan aangehouden werden, dan moest ik van Koos zeggen dat het was om de veders van de mixer schoon te maken. Die spuiten. Mm-hmm. 500, hè? 500. Heb ik gereden met een vrachtwagen waar drugs in zat? Ja, ja, jij ook, Martin. Ja. Ja. Oh. En je hebt het ook gebruikt ook? Joh. Nee. Echt niet? Ja. Geen spuiten, nee, echt niet. Maar was je ooit gespannen zo van shit als we niet gepakt worden met wat we allemaal bij hebben? Dat moet je nou doen. Je moet het nee? Nee, tuurlijk niet. Maar kijk, ik wist het natuurlijk wel wat. Ja. Maar het was zijn geheim. Ik wist het niet. Maar jullie, ja, wie wel? Ik ga even vertellen. Ja, vertel. Koos was even niet die toer erbij, want Herman en Koos konden het even niet goed samen vinden. Dus we kregen geen Suburban, we kregen een touringcar, een kleintje. Nou, en Herman was er helemaal blij mee, want hij kon dan achterin, had hij een ruimte waar hij kon schilderen en rommelen en weet je, een beetje kon bewegen in die bus. Afijn, hij had ook een gordijn dicht en op een gegeven moment gingen we naar Zwitserland en er werd tegen Herman gezegd, je mag niks meenemen, hè? Denk erom niks meenemen. Nee, nee, nee. Dus op een gegeven moment hoorden we helemaal rommelen in die ruimte en de gordijn gaat open en toen kwam hij aan, had hij zich helemaal omgekleed in een Zwitserse lederhozen en zo'n gemsdingetje om als een Zwitserse man met een stok. En toen ging hij voorin zitten en toen had hij ook cassettebandjes met jodelmuziek. En wij had hij voor ons ook van die mutjes, weet je wel? Zodat we, dat het allemaal heel onschuldig eruit zag. Natuurlijk ook. Maar goed, toen kwamen we bij die douane en toen kwamen allemaal van die gestapo's naar buiten zo. En gelijk van die honden de auto in. En Herman zat een beetje zo en die had toch blauwe plekken. En toen vroegen ze wat dat waren en het was dan, hij had diabetes. Nou, daar trapten ze dus niet in. Dus Herman werd eruit gehaald. En die bleef behoorlijk lang weg. En toen kwamen er weer een paar mannen naar buiten zo en toen werden de jongens eruit gehaald. En die bleven ook behoorlijk weg. Maar het waren hele strenge bloedieke betas van vrouwen. Ja. En toen moesten Lies en ik ook mee. Ja, want we zagen een man uit de kamer van Herman komen en die liep echt met zo'n heel klein zakje. En toen wisten we al wat het was. Had hij een zakje speed uit Herman's kont getrokken. Nou, toen waren we verdacht. Ja. Lies had zo'n Mary Wilson. Het helemaal uit elkaar geplogen. Ja, om daar, helemaal alles. Alles. Wij gingen ook gewoon. Wij werden ook gewoon. Even gevisiteerd. Ja. Totaal. Echt. Ja.
alles erop en eraan. Gewoon bukken en op elkaar, dat, ja. We hebben uren daar gewacht en uiteindelijk mochten we gaan, want het was niet genoeg. Het was niet strafbaar, dus we konden daar wel naartoe. We kregen dan aantekeningen in ons paspoort of zo. Toen kwamen we eraan en wij zagen reinig. Ja, en het publiek wacht en boe. En toen kwamen we in onze hotelkamer. En Herman was al wat eerder naar het hotel gegaan. En toen had hij onze kamer helemaal versierd met allemaal engeltjes en briefjes van... sorry, beetje dom. Beetje dom. Maar Herman had gewoon goede verstopplekken ook. Ik hoor iets van een stropdas of zo. Toen we naar Amerika gingen met de jongens... Had Herman zo'n grote stropdas had hij nog nooit om gehad. En een echt hele grote knoop. Echt zo'n grote knoop. Flesje wodka gewoon. En iedereen, we gingen om een uur of 4, 5 staan we 's ochtends weg. Dus niemand had nog geslapen. Iedereen was nog redelijk gezellig van de avond ervoor. En op een gegeven moment een bordje, riemen los. En zoef, hup, die oude de play op. En wij zoiets van, krijg nou, hoe heb je dat in godsnaam gedaan? Had die stropdasje, had hij, in die knoop had hij dus 3 of 4 grote speed zitten. Nou, dat kreeg hij op een gegeven moment, toen we vlakbij New York waren, dan raakte hij helemaal in paniek. Want hij kreeg het niet op. En hij zei, ja, ik kan het ook niet weggooien, want op de wc staat geen chemisch afval erin gooien. Dus toen hebben we maar met z'n allen een beetje geholpen. Dus, toen we in New York binnenkwamen lopen, was het in ieder geval... Maar jij kan erover meepraten, hè? Ja, ik ben ook... ik ben de eerste 10 jaar eigenlijk totaal clean in die band geweest. Gewoon eenvoudige bier drinken. Ongelooflijk. En daarna ben ik toch wel langzamerhand ook mee gaan doen. Ja. Wat uiteindelijk catastrofaal afgelopen is. Ja. Het is iets uit de hand gelopen, maar je bent nu weer op het rechte pad en daar hebben we een mooi filmpje van. Oh ja, dat wil ik wel even bij zeggen dan. We hebben een mooi filmpje. Oh my god. Ja. Ik kwam bij The Wild Romans toen ik een jaar of 23 was. 1980. Ja, een soort jeugddroom die uitkwam, laat me zeggen. Ik was toch 10 jaar jonger, weet je. Als de rest. David speelt met zijn band Roberto Q en de Bobbers in het voorprogramma van The Wild Romans. Niet lang daarna vraagt manager Koos hem bij de band en hij gaat meteen mee op tour. Ja, dat was nieuw voor mij. Gewoon 7 dagen achter elkaar spelen en dan 1 dag vrij. En dat 2 maanden lang in Duitsland. Ik kreeg heimwee. Ja. Gewoon als een kind echt, weet je wel. Ik voelde heel erg last van heimwee. Maar als je dan speelde en je gitaar weer zag en het podium weer zag en een soundcheck. Dan zat je weer in het leven. Nou, in de afloop had je al een paar biertjes op en dat was alles best, weet je wel. Herman was voor mij een grote broer. Mensen zeggen, was het nou je vriend? We waren een soort family, weet je wel. Want we zaten niet elke dag bij elkaar over de koffie of zo. Koffie. Maar, een beetje een raar woord. Maar we zagen elkaar wel, weet je. En het was altijd, als we elkaar troffen, was het gelijk energiek aan de gang. Hij had een tekstje. Ik heb een lijntje hier opgeschreven. Kan je zoiets spelen? Zo'n beetje van. Weet je, een beetje dat sfeertje. Of ik was wat aan het spelen. En ze zeiden: oh, dat is leuk. Weet je, doe het nog eens. En dan had je een nummer. Weet je. Jezus. 20 jaar lang stopt David zijn ziel en zaligheid in The Wild Romance. Maar het ruige leven van seks, drugs en rock'n'roll breekt hem uiteindelijk op. Nou, ik was gewoon de weg kwijt. Ik was de weg kwijt. Echt, het is te erg voor woorden hoor. Ik viel gewoon het podium af. En ik ben later gewoon aan lager wal geraakt. Terwijl ik steeds higher werd, dacht ik. En dat is fataal geworden. En dat heb mijn lesje wel geleerd. Nou, dus, geen drugs. Maar wel rock'n'roll. Het drugsgebruik wordt hem bijna fataal. Vorig jaar liep hij een bacteriële infectie op en het ging zo slecht met hem dat hij 2 nieuwe hartkleppen nodig had. Nu wandelt hij uren door de stad om fit te worden.
Ik ben bijna 3 weken in coma gehouden om mezelf te laten genezen. Nou, ik heb mazzel gehad, want dat had ook heel anders kunnen aflopen natuurlijk. Ik voel me echt alsof ik in de 20 ben. David heeft 3 kinderen bij 2 verschillende vrouwen. Hij heeft het naar eigen zeggen niet altijd even nauw genomen met de opvoeding. En daar heeft hij nu behoorlijk spijt van. Nou, ik had meer tijd moeten spenderen aan ze. Gewoon tijd voor moeten uittrekken. Ja, sinds ik zelf weer herboren ben, laat me zo zeggen. Maar weer is een cliché te noemen, maar het is zo. Realiseer je, je bent clean en nuchter en je realiseert je allerlei onaangename dingen die je gedaan hebt, veroorzaakt hebt. En, ja, dat probeer je goed te maken. Goed te maken kan niet, maar in ieder geval at least weer contact zoeken met ze. Niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. Dit is echt een aanmoedigingsapplaus, toch of wat? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja. Nou, respect. David, heb je dat nodig, zo'n aanmoediging? Nee. Ja, ja. Ja? Jij hebt een lange relatie met hem gehad, ja. En ook een kind samen. Ja. Heb je hem vaak gewaarschuwd? In het begin wel, ja. In begin wel, ja. Maar ja. Op een gegeven moment heb je zoiets... ik kan hier niet meer aan. Ik kan hier niet meer... niks meer aan doen. Gewoon. Dus dan hou je ook op. Dan hou je op. En dan laat je het maar. En als je hem dan nu ziet? Ik ben heel blij. Ja. Ja, ik ben heel blij. Ja. Jullie zijn met velen en dat is te gek. Maar ja, er worden natuurlijk ook nog een hoop mensen gemist. Gaan we even naar kijken. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend. I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've loved a life that's full, I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Even een groot applaus voor die mensen, toch? Hè? Ook de helden van de Wild Romance. Ja, en we eindigen natuurlijk met Herman. Ja, die hier toch ergens is, hè? Koos, jij zegt dat hij er is, hè? Ja, Herman. Ja. Rianne, hoe kan jij Herman typeren? Ja, we waren op tour in Duitsland. En we lopen over een drukke straat. En daar liep zo'n rozenverkoper. Die gaat dan terrassen langs. En dan is de bedoeling dat je de roos voor je vriendinnetje koopt. En hij vraagt aan die rozenverkoper wat die de hele bos kost. Die liep een hele grote bos. Nou, gaf die 100 mark. Kocht die hele bos. Hij loopt 5 minuten verder, komt iemand tegen die hij leuk vindt. Die doet hij zo de hele bos in zijn hand. En hij loopt weer verder. Ja. Weet je, dat soort grapjes had hij. Mooie momenten. Ja. Carina, had jij ook zo'n mooi moment met Herman? Ja, dat was op een gegeven moment tijdens de tour in Duitsland. Ik was de enige in de crew die een vrachtwagenrijbewijs had. Dus ik moest alles rijden, al die enorme afstanden. Ik was dan vanzelf degene die wakker was. Dus ik was ook de woordvoerder voor de crew. Ik was het eerste aanspreekpunt. Ik kreeg alles over me heen. En ik zat op een gegeven moment echt op het punt van... Eerst volgens de stad die we binnenkomen, rijd ik naar het station toe. Ik zet de truck niet eens stil. Ik laat de motor draaien. Ik stap in de trein. Ik ga naar huis. Ik trek het echt niet meer. En met het laatste restje energie ben ik toch nog naar de zaal gegaan. Ik had de spullen opgebouwd. Ik had een cd'tje opgestart om te controleren of het geluid werkte. En op dat moment voel ik een hand in mijn nek. En ik stond echt klaar om diegene die dat deed een stoot te geven van lam met rust. Dat was Herman, die gaf me een kneepje in mijn nek en die zei 3-4 woorden zo van, je houdt het toch wel vol, hè? En dat was precies genoeg om voor mij om te weten van Herman weet wat ik ben, die weet wat ik doe.
En hij waardeert het. En nou, dat was voor mij weer net een boost om gewoon weer door te gaan. En we kunnen het te blijven doen. Mooi. Het is ongelooflijk wat Herman voor een feeling had. Als Athenes had die open stonden. Dat hij aanvoelt wat Carina nu zegt. Ja. En zoals al die verhalen die hij vertelde over hem. Hij voelde situaties aankomen, het verhaal van Ad. Nou, noem ze maar op allemaal. Dat, Inge, je hebt ook een mooi verhaal. Een mooi verhaal. Dat was dan waar we aan het einde van de tour. En het was bijna afgelopen, het was rond kerst. En iedereen zijn geliefde kwam langs. Maar die van mij, die kwam niet langs. Dus ik zat daar in mijn hotelkamer. En het was inchecken, slapen en 's ochtends wakker. En ik hoorde allerlei bad vol lopen in alle kamers. En ik hoorde bij wijze van spreken de champagnekurk tegen het plafond knallen van... Joehoe, we zijn weer samen. En ik zat daar in mijn kamertje van, nou, zo. Maar toen werd op een gegeven moment op de deur geklopt. Ik denk, nou, dat is Lies, die kon mij even troosten, want zo is Lies altijd. Doe ik de deur open, staat Herman daar, helemaal in zo'n mooi oberspak. Met zo'n witte theedoek en een champagnekoeler. Dus hij zei, dan moest ik ergens om lachen. En hij loopt zo naar binnen, hij zei niks. Hij maakt het open, hij pop, pop, hij schenkt dat in. Dus ik dacht, en dan ging hij weer weg. Dus ik zat zo, ik denk, wat een man is het toch? Ja. Maar, dat was het nog niet, want daarna weer pok, pok, pok. Trek ik die deur open, stond er een kerstboom. Met allemaal cadeautjes. Zo lief. Koos, ja, hoe moeten we Herman en vooral Herman en his wild romance herinneren? Wat is het belangrijkste? Het was natuurlijk een feel. Voor iedereen een droom, een... Soms kijk je terug en denk je, waren wij dat? Ja, dat waren wij. Maar het ging altijd onder het motto, hoe dan ook, wat dan ook, the show must go on. Ja, the show must go on. Nou ja, hier ook mensen, the show must go on. Dus ik zou zeggen, ja, hoe kunnen we deze XL-reunie niet beter afsluiten dan met muziek, dames en heren. Laten we een stukje spelen. Gus, jij gaat zingen? Ja. Dat is de bedoeling. Dat deed je al vaker, hè? Ja. Carine, ga jij dan achter het mengpaneel? Dat is goed. Nou, oké. Okay. Geef jullie zelf een groot applaus. De XL Wild Romance! Yeah. Straks na de ster kunt u weer meespelen in een nieuwe aflevering van 1 tegen 100 bij AfroTros op NPO 1. Wat doe je als je